Goedemorgen. Ik denk dat ik vandaag naar het zeetje ga met Alia. Ik heb echt eens goesting om nog eens buiten te komen met Alia. En het is niet zo heel warm, maar het is toch schoon weer. Dus misschien dat we daar wel eens gebruik kunnen van maken om die frisse zeelucht op te snuiven. Ik kom juist uit een douche, dus ik heb nog wel wat werk aan de winkel, zoals je ziet. Dus we gaan ons vlug klaarmaken en dan stilletjes aan vertrekken. Onze dag heeft een klein beetje een andere wending gekregen, want mijn mama zou graag meegaan. Alleen kan ze pas binnen een uurtje vertrekken. Dus wij moeten zien dat we nog iets kunnen doen in dat uurtje. Oh, sorry. En dan pakken we mijn mama mee. Gaan we naar Annie? Ik moet terug niezen. Corona. Kakoeit. Kakoeit. Hallo. Uiteraard, voor de mensen die mij al een beetje kennen, ik ben niet zo heel erg voorbereid als ik dingen doe. Dus vorige vlog had ik maar één batterij. Het was een batterijplaat. Nu had ik maar één geheugenkaart. Dus ik heb een nieuwe gekocht. Allee, dus de oude natuurlijk. De nieuwe zit er nu in. Het is een andere dag. Het was zelfs eigenlijk vorige week dat ik de rest dat je net hebt gezien heb opgenomen. En vandaag doe ik het gewoon opnieuw. Dan zonder mama, maar wel met Alia. Voor jullie verandert er niks, alleen is voor mij een ander tijdstip. Tot straks aan de zee. Kasia. Wat een kastje is van jou.
Wij zijn naar de duinen gekomen. Het is prachtig weer. Het is ongelooflijk. Het is eigenlijk totaal niet koud. Ik zou gerust mijn jas kunnen uitdoen. Ali heeft ook een jasje aan. Gewoon just in case. We zitten natuurlijk in West-Vlaanderen. En als je West-Vlaanderen zegt, dan denk je automatisch aan de zee, denk ik. De kust, de Belgische kust. Ik heb hier gisteren naartoe gekomen met mijn mama. We waren op zoek naar een hele leuke spot om in de nabije toekomst van te genieten. Ik heb Alia niet laten vliegen in het vorige stukje. Ik heb het nogthans wel geprobeerd, maar het is niet gefilmd. Want ten eerste, het was veel te druk op het strand. Het was de eerste keer dat Alia terug vloog in het publiek. Er was heel veel wind ook. Het was niet echt de beste omstandigheden om haar te laten vliegen. Ik heb wel enkele recalls gedaan met Alia. Van mij naar haar een stok laten vliegen en omgekeerd. Dat ging wel goed. Maar ja, het is natuurlijk altijd een attractie. Overal waar ik kom en er is veel volk, dan staat daar natuurlijk onmiddellijk veel volk rond. Mensen vragen voor foto's met Alia. Mensen staan te kijken. Alia weet daarvan, ik ook. Dus het was niet echt de beste omstandigheden om zoiets te doen. Hier ga ik het ook niet doen. Het is hier wel heel rustig. Er is niet zo heel veel wind. Het is niet koud. We zijn eigenlijk vooral gekomen vandaag om te genieten. Strandwandeling zijn zonder het water aan te raken. Wij gaan het water in halen, ja. Helemaal of enkel ons steentjes. Wandeling achter de rug. We zitten hier natuurlijk ook in Oostende. Hier vlakbij is er eigenlijk nog heel veel te doen. Hier zit ook een Pandora winkel en ik hou heel erg van de... Hoe heet dat? Dingskes. Bij ieder mooi moment dat ik wil koesteren, koop ik eigenlijk een Pandora hangertje. Zo heb ik eigenlijk altijd mijn herinneringen bij mij. En hier is een winkel in de buurt, dus misschien dat we eens kunnen langsgaan. Eens zien wat er allemaal is. Niet meteen om iets te kopen, maar misschien om in de toekomst erover na te denken. Sommigen van jullie weten ook dat ik voor mijn vaarprijs ga.
En een keer dat ik mijn theoretisch examen heb afgelegd en geslaagd ben, zou ik heel graag zo'n hangertje hebben voor erbij te hangen. Dus ik zal nu al misschien eens uitkijken naar wat we dat hebben. Het uiterst rechtse is het slotje voor het armbandje open en dicht te doen, dus dat stelt niet veel voor. Het palmboompje is natuurlijk voor Love Island, super tijd dat ik daar heb gehad. Dus deze moest er sowieso bij, dat was ook mijn eerste die eraan kwam. Mijn sterrenbeeld hangt ernaast, ik ben kreeft, 100%. Er is niemand meer kreeft dan ik. Ik ben super gevoelig, heel zorgzaam en ja, alles die erbij komt kijken is totaal voor mij. Natuurlijk iets voor Alia, een hartje met een vleugeltje. Deze heb ik gekregen van mijn ouders voor mijn verjaardag. Vind ik heel mooi, hè? Omdat het is ook het enigste met een beetje kleur aan, dus vind ik het wel leuk. Daarnaast het schelpje is van mijn grootouders ook voor mijn verjaardag gekregen. En mijn oma heeft dat eigenlijk gekocht als ze aan de zee was, dus ik vind dat heel leuk. En deze is ook voor Alia, een hartje met vleugeltjes. Altijd leuk om te krijgen, zoiets. Jij hebt er nog geen goede gevonden. Ik weet niet of dat jullie het goed hebben gezien. Er was er eentje met een zeilbootje en dan een ander kompas. Dat kompas vind ik dan iets leuker dan dat zeilbootje, want het is natuurlijk niet om te zeilen dat ik mijn vaarbrevet wil halen. Nu, ik heb toch nog geen gekocht, want ik heb nog mijn vaarbrevet niet natuurlijk. Dat zou onlogisch zijn. We zullen eerst ons brevet halen en dan wel zien of dat we het gaan kopen of niet. Dus ja, ik denk dat we nu best gewoon naar huis gaan. Thuis in de zetel nog een beetje knuffelen. Niet veel speciaals, niet meer. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop feeling, feeling.